Mam, ben jij ook nog een stuk? Ja, eigenlijk zo'n vrije dag. Koffie, krant, fly en familie. En als kind had je altijd zo'n hekel aan de zondag. Ja, dat ik dan voor jou mijn zondagse kleren aan moest. Zondagse kleren? Ja, oh, van die tuttenjurken. En witte sokjes met laakschoentjes. Heel vreselijk. Dat was toen mode. Omi, wil jij ook nog een stukje? Ja, doe maar. Hoewel ik die kersenvlaai lekkerder vond. Wat is dit eigenlijk? Rijstenvlaai. Ja, was ik al bang voor. Nee. Oh, nee, dat kan niet. Tussa? Wat is er nou? Iemand dood? Wie dan? Maud. Welke Maud? Maud van een erenbeemd. Ah, nee. Ah, daar heb je 2 weken geleden nog mee gebridged. Ja. En nu dood. Wanneer zou ze gestorven zijn? Nou ja, dat is de krant van gisteren. Dan waarom weet ik daar dan niets van? Hoe bedoel je? Dat die familie had toch kunnen bellen? Maud is mijn beste vriendin. Nou, nou, moeder, nou niet zo overdrijven. Je zag haar 1 keer in de maand op het bridgeclubje. Oh, jij zal weer weten met wie ik wel goed contact heb en met wie niet. Maud en ik hebben een hele sterke band. We zijn alle 2 vrouwen met die wolk. Maar ik dacht dat Vera je beste vriendin was. Vera? Wat nou Vera? Die praat toch altijd als een kip zonder kop. En ik ga dat toch maar even bellen. Ja, Vera is er altijd als de kippen bij als het gaat om dood en ellende. Hallo, met mij. Frederik, wat weet jij van Maud van den Erenbeem? Dood, ja. Wat heb jij? Een rouwkaart gekregen? Zij heeft wel een rouwkaart gekregen, notabene. Ja, natuurlijk. En wanneer was ook weer die begrafenis? Juist, ja, ja, natuurlijk ga ik daar naartoe. Wat bedoel jij, Vera, met zulke goede vriendinnen waren jullie nu ook weer niet? Niet van die malle dingen, zeggen Vera. Wat? Nou ja, Vera, we bellen nog wel. Wat zei ze? Vera, geef me die krant. Daar staat een advertentie. Waar staat die? Hier staat hij. Lieve Maud, ik zal je missen. Vera Polman. Nou, nou, dat vind ik toch wel lief van Vera. Oh, bespottelijk. Alsof die 2 onafscheidelijk zijn. En dan zo'n advertentie. Als ik zoiets nou had gedaan. Ja, maar moeder, je hebt niet eens een rouwkaart gekregen. Oh, maar er is het laatste woord nog niet over gesproken, hoor. Ik zal die mensen eens bellen. Nee, dat doe jij niet. Die mensen die hebben nou wel wat anders aan hun hoofd. Alleen maar met zichzelf bezig. Die Maud was helemaal niet zo'n goede vriendin. Ach, ze is oud. Nou, dat is toch geen reden om zo egocentrisch te doen? Weet ik wel, maar weet jij veel hoe lang ze zelf nog te leven heeft? Ja, denk jij daar nooit eens over na? Ja, zeg, klaar, kom. Oh, niet zo sterk als een paard. Het kan zo afgelopen zijn. Nou, lekker. Dan gaat mijn zondag. Jet! Wat is de moeder? Wat doe je? Ik zoek iets geschikt voor die begrafenis. Oh. Nou, die hoed die kan echt niet, hoor. Nou, ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, de mensen dragen tegenwoordig geen hoeden meer op begrafenissen. Oh, wel in de kringen van Maud van den Erenbeemd. Ik zeg je toch, mevrouw met niveau. Dan doe je het wel. Je loopt voor gek. Waarom riep je me? Nou, ik moet jouw raad hebben. Wat vind je? Kan dit pak? Kan. Als je er een lange jas over draagt. Ik heb geen lange jas. Nou, dan leen je de mijne toch. Jij dan? Huh? Wat moet jij dan? Jij denkt toch niet dat ik naar die begrafenis ga? Natuurlijk wel. Ja, maar je kende die vrouw nauwelijks. Liefje, het gaat niet om haar, hè? Het gaat om mij. Ik heb jouw steun nodig. Het zal een hele zware dag voor mij worden dinsdag. Nou, hoe laat is het dan? 11:00. Nee, ik moet werken. Nou, dan neem je toch vrij. Ja, dag. Voor iemand die ik niet eens gekend heb, zeker. Vraag Klaartje maar. Klaartje heeft de hele dag niks te doen. Klaartje! Kaartje, lievertje, kom je even? Zeg, moeder, ja. Is dat pakje nou niet een beetje uit de tijd?
En daarnet zei je dat het komt. Ja. Nou ja, als je achteraan blijft staan. Achteraan blijft staan. Ik moet spreken, Jet. Alle ogen zullen op mij gericht zijn. Ga jij spreken? Iemand moet dat doen. Wat is er? Lieverdje, ga jij dinsdag met mij mee naar de begrafenis? Heb je niks leukers? Je moeder wil niet. Ja, maar ik kende die Maud toch helemaal niet? Het gaat om mij, lievertje. Ik heb jouw steun nodig, vooral als ik mijn toespraak hou. Wat ga je dan zeggen? Dat weet ik nog niet. Een paar ernstige woorden, gedicht van Vazalis. Nee, daar moet ik mijn gedachten nog even over laten gaan. Ga je mee? Goed. Oh. Maar ik doe het alleen maar voor jou. Oh, lieverd, wat fijn! Zie je, mijn kleindochter laat mij niet vallen. Plaatje, kan dit pak? Nee, dan zet het jaar nul. Waarom koop je niet wat nieuws? Ja, dat moet dan morgenmiddag gebeuren. Ga je mee? Ik moet naar yoga. Ik ga wel met je mee, moeder. In mijn lunchpauze. Goed? Nou, als het niet te veel gevraagd is. Jet, ik wil dat jij luistert. Ik moet me haasten. Wil jij nog thee? Jetje, je moet luisteren. Ik ben niet de hele nacht mee bezig geweest. Ik moet weg. Nou, die 5 minuten komen er niet op aan. Het is voor de krant. Ik wil dat het er vanavond nog in komt. Nee. Voor Maud. Mm-hmm. Jouw vriendschap was mij alles waard. Maar jij, die fijn besnaard en hoog bejaard, met stille trom ten hemel vaart, bent net als ik voor eeuwig uitgekaard. Jouw beste vriendin, Frederik. Nou? Ja. Is het niet een beetje te... Te wat? Te veel? Oh, zou ik de afdeling rouwadvertenties van u mogen hebben? Ja, dank u wel. Dat is wat ik voel. Goedemorgen. U spreekt met Frederik van Asselberg. Mijn beste vriendin is overleden. En nu wilde ik een gedicht plaatsen. Voor de krant van vanavond. Voor Maud. Jouw vriendschap... Wat zegt u? Oh, voor 12 inleveren. Ja, ja, dat is goed. En wat zal zoiets ongeveer kosten? Even kijken. 8 zinnen. Oh, en wat kost 1 zin? Juist, ja. Dank u wel. Duur. Jet. Ik heb er nog eens over nagedacht. Jij hebt gelijk. Maar nee, het is te veel. Ik kan volstaan met 1 zin. Lieve Maud, voor eeuwig uitgekaart. Ja, ja, eenvoud ziet de mens. Ja, en is lekker goedkoop. Daar! Oh, Klaartje, lieve smartje, wat doe je? Wat is er? Oh, ik ben het vallen, ouwe. Oh, lieve schat, kun je je voet bewegen? Oh, nee, 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 ik heb hem gebroken. Huh? Oh, nee, schat, zo gauw breek je een been. Oh. Zal ik de dokter waarschuwen? Ik weet niet. Ik wil weer naar bed. Ik voel me helemaal niet goed. Ik ga de dokter bellen. Oh, lieve schat. Erg, kun je staan? Ook niet als ik je help. Probeer juist op. Goed, zo goed. Nou, zie je, dat gaat reuze mee. Een paar uurtjes rusten en jij bent morgen weer op de been. Morgen? Ja, vanwege die begrafenis. Je laat me toch niet vallen? Nee, alleen mezelf. Nou, kom. Au. Wordt echt te gek, hoor. Je komt tegenwoordig elke dag te laat. Zo. Nou, dat werd tijd, hè? Pardon? Oh, sorry. Oh, ik dacht dat u Jet was. Jet? Jet, ja, dat is mijn assistente. Ja, die komt nog alles te laat, ja. Ah, en zodoende. Oh, wilt u misschien koffie? Nou, graag. Gaat u zitten? Suiker alsjeblieft. Zit er al in.
Lekker bakkie. Kwam u voor iets speciaals? Ja, ik kwam eigenlijk voor een boek. Van Hannes Meinkema. Meinkema. Welke titel? Nou, ik durf het haast niet te zeggen. Oh, nee? Wat is het dan? En dan is er koffie. Oh. Ja. Nou, dat hebben we niet, geloof ik. Nou, jammer. Oh, zal ik nog even bijschenken? Ja. Nou, daar ben ik wel naartoe, zeg. Ik zou nog eens een keer te laat komen, ja? Voor de verandering. Toe. Oh, dankjewel, Michiel. Ik kon er deze keer echt niks aan doen. Frederik moest me een gedicht voorlezen. Klaartje viel van de trap. Toen moest ik de dokter bellen. Ja, toen was de brug open. Toen was het licht op rood. Hè? Ik denk dat ik maar ga. Goedemorgen. Goedemorgen. Tot ziens. Tot ziens. En bedankt voor de koffie. En dokter, valt zeker wel mee, hè? Ja, dat valt nog te bezien. Kun je proberen op te staan? Au, nee, au, dat doet zeer. Au. Maar waar? Hier. Ja, ik kan er eigenlijk weinig van zeggen. Nou, daar schieten we dan weinig mee op. Ik denk dat er maar eens foto's gemaakt moeten worden in het ziekenhuis. Morgen. Morgen? Mm. Nee, dat kan helemaal niet. Klaartje heeft een begrafenis. Hm? Ja. Kennis van mijn oma. Oh. Mijn beste vriendin. Oh. Mijn condoleances, mevrouw. Dank u. Maar hoe moet het nou met Klaartje? Kunnen die foto's niet overmorgen gemaakt worden? Jawel, dat kan wel. Oh, pak van mijn hart. Maar dat is niet verstandig. We vragen wel of mam met je meegaat. Kijk eens, dit is het recept voor je pijnstillers. Uh-huh. En dit is een verwijsbriefje voor het ziekenhuis. Maak je zelf even een afspraak? Ja, dank u wel, dokter. Nou, het beste dan maar, hè? Dank u, dat kan ik gebruiken. Ja, en u ook het beste, natuurlijk. Omi, zou jij even voor mij naar de apotheek willen gaan? Natuurlijk, liefje. Dat doe ik dan als eerste. En daarna naar de krant. En dan die hoed. En daarna ga ik nog even langs bij Jetje. Oh, mijn hemeltje, zo'n uitvaart. Wat er allemaal niet bij komt kijken. Dag, liefje. Zeg, zou Frederik zo met Maud bezig zijn omdat ze met haar eigen dood bezig is? Wat denk jij, Michiel? Frederik? Die wordt 100. Ja. Klaartje was zo bezorgd. Ik sta er eigenlijk nooit bij stil, maar Frederik zal er natuurlijk eens niet meer zijn. Wat een rust zou je dan krijgen. Hé, Michiel. Misschien komt ze wel bij je spoken. Ach, dag, Jetje. Ik schrik me dood. Weet jij hoe vaak wij het woord dood onnodig gebruiken? Hè? Ik lach me dood. Niet spotten, Michiel. Ik ben heel, heel erg ongelukkig. Dood, ongelukkig? Michiel. Ik ga morgen mijn allerbeste vriendin begraven. Nou, en vandaag loop je een beetje proef. Oh. Kijk, Jetje. Ja. Hoe vind je dit staan? Wel goed. Moeder, is het nou niet een beetje te... Te wat? Te zwart. Ik zou toch met je meegaan? Ja, maar lievertje, ik wilde niet dat je vrij ging vragen. Dat leek mij zo vervelend voor Michiel. Nou, mof. Ja, en ik moest toch naar de krant en ik moest hier naar de apotheek voor Klaartje. Oh, Klaartje, is de dokter geweest? Ja, maar je hoeft je absoluut niet ongerust te maken. De pijnstillers heb ik bij me. Oh, fijn. Nou, daar heeft Klaartje wat aan. En daar moeten foto's gemaakt worden, morgen of zo. Foto's? Ja, in het ziekenhuis. Oh, nee. Michiel, kan ik morgen een dag vrij krijgen?
Ja, dat is wel goed, ja. Oh, fijn, Michiel. Je bent een schat. Ja, weet je, nu Klaartje niet kan lopen, is het voor mij wel heel fijn om een dochter mee te krijgen. Het zal morgen een hele zware dag voor mij worden. Moeder, ik ga met Klaartje mee. Nee, je gaat met mij mee. Klaartje wil dat. Oh, en Klaartje dan? Die gaat met een taxi en nu moet ik weer weg. Oh, Michiel, heb jij misschien zin om vanavond een hapje mee te eten? Ja, hoezo? Nou, ik ben met mijn toespraak bezig. En tenslotte ben jij een man van boeken. Nou, Nou, prachtig. Dat is dan in orde. Ja, heb je het gehoord? We hebben een gast. Tot vanavond. Voormout. Voormout, jouw vriendschap was mij alles waard. Maar jij, die fijn besnaard en hoog bejaard, met stille trom ten hemel vaart, bent, net als ik, voor eeuwig uitgekaart. Je beste vriendin, Friederike. Ja, gunst. Ja, wat moet je daar nou op zeggen, hè? Is het niet een beetje te? Ja, dat zei ik vanmorgen ook al. Ik heb voor de krant alleen maar één zin. Lieve Maud, voor eeuwig uitgekaart. Ja, maar je kunt moeilijk naar de rand van het graf lopen en roepen... voor eeuwig uitgekaart. Nee, dat kan ook niet. Maar die gedachte is op zichzelf wel mooi, hè? Nooit meer kaarten. Nooit meer slapen, zou je bedoelen. Ik kan natuurlijk een anekdote vertellen. Dat jullie samen vals speelden. Dat heeft nooit iemand gemerkt en dat wil ik graag zo houden. Ja, sterk, de hele Bridge Club is er natuurlijk. Ach, moeder, er zal vast wel iemand anders van de Bridge Club het woord voeren. Jij begrijpt niet hoe belangrijk dit voor mij is. Er is een vriendin gestorven. Dat is een goed begin. Een vriendin van onze eigen leeftijd. Ga door. En dat brengt me op de gedachte... hoe lang hebben wij zelf nog te gaan? Dus toch. Vandaag Maud, morgen ik, of Vera, of Barend. Hebben wij van de Bridge Club er ooit bij stilgestaan... dat de dood ons de kaart uit handen kan slaan? Oh, lieve Maud, wij van de Bridge Club, wij zijn nog niet uitgekaart. Maar ik beloof je, als we elkaar weer zien, dan spelen wij stevig partijtje bridge. Rust zacht, lieve Maud. Geweldig, geweldig. Laten we dat opschrijven, hè? Hoe was je ook alweer begonnen? Hoe was ik begonnen? Er is een vriendin gestorven. Zeg, wat heeft die nou? Beetje sentimenteel. Er is een vriendin gestorven. Omi, jij gaat dan nog lang niet dood, hè? Wel, nee, liefje. Er moet toch iemand zijn om het jullie lastig te maken. Ja. Die saus is geschikt. Ach, lievertje, hoe gaat het met je? Oh, prima, hoor. Ik neem gewoon een taxi en ik laat me voor de deur van het ziekenhuis afzetten. Dat vind je al heel, heel, heel flink, hoor. Ja. Jij? Ja. Gaat het? Ja. Je speech is echt geweldig. Ik weet zeker dat iedereen heel erg onder de indruk zal zijn. Oh ja? Nou ja, ik doe het niet voor mezelf, hoor. Ik doe het voor Maud. We moeten gaan. Ben je er klaar voor? Ach, lieve, wat een beeldige hoed. Mag ik even? Toe nou, moeder. De taxi is er. Daar hebben we nou allemaal geen tijd voor, hoor. Oh, maar deze hoed staat mij veel beter. Moeder, dit is mijn hoed. Maar lieverd, jij staat mij veel beter dan jou. Oh, ja. En dan moet ik natuurlijk die van jou opzetten, zeker. Nou, probeer hem even. Je zult zien dat meevalt.
Moeder, geef me mijn hoed terug. Lievertje, je moet hem ook niet zo raar opzetten, zo. Beeldig schat, kom mee. Moeder, als je me niet ogenblikkelijk mijn hoed teruggeeft, dan ga ik helemaal niet eens meer mee. Jetje, wees niet zo flauw. Ik moet een speech houden, dus naar wie wordt er gekeken? Laat nou maar, mam. Nou, kom nou maar mee, je had toch zo'n haast? Ja, nou ja. Goed dan maar weer. Dag, lievertje. Veel sterkte. Ja, hè? Jij ook, mam. Omi? 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 Oh, toen, Michiel, zou jij alsjeblieft die speech naar Omi willen brengen? Ja, hoor eens eventjes, dan moet ik de winkel sluiten. Kan jij dat niet zelf doen? Nee, want ik moet met een taxi naar het ziekenhuis voor foto's. Nou, dan ga je toch met die taxi langs de begraafplaats? Ja, en dan zeker die hele begraafplaats overstrompelen. Die mensen zullen wel eerst in de aula bij elkaar komen. Ah, toen, Michiel, het is echt heel erg belangrijk voor Omi. En ik kan echt niet. Ik moet op tijd in het ziekenhuis zijn. Oké, ik spring op de fiets en kom mee. Ik heb echt zo hard mogelijk gefietst. Het was vreselijk. Ik wist niks anders. Het was heel, heel erg. Ik kwam allemaal door het gedoe met die hoed. Oh ja, nou is het natuurlijk allemaal mijn schuld. Ik heb echt heel, heel hard gefietst. Wat een begrafenisgezichten. Sorry. Ik heb echt heel, heel, heel hard gefietst. Hè? Ik heb het niet gehaald. En toen? Toen ik die aula binnenkwam, zag ik het al. Frederik stond vooraan. Ze pakt haar tas. En ze ontdekt dat ze de speech thuis heeft laten liggen. Maar jij had hem toch? Ja, ik zwaaide nog naar haar. Maar ze zag me niet. En toen? En toen begon ze te zingen. Te zingen? Dat was het enige wat me te binnen schoot. Maar wat zong je dan? Hm? We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Vind ik mooi, hè? Ik wil dat jullie dat draaien op mijn begrafenis. Later, Omi. Over heel veel jaartjes. Oh.